Ik heb deze kneedbare siliconen en daarmee kunnen we zelf oordoppen maken. En dat is heel erg simpel. Kom mee. We pakken van beide siliconen een klein bolletje en dit kneden we helemaal door elkaar totdat het één uniforme kleur is. Dan is het goed gemengd. Zo gauw we dit hebben, maken we hier ook weer twee bolletjes van en dan kunnen we het in ons oor gaan stoppen. Belangrijk wel, zorg dat je oren goed schoon zijn en stop geen losse stukjes in je oor. Als het aan één stuk zit, kunnen we het er ook weer uit krijgen. Wel zo fijn. Als we dan de balletjes hebben, dan rollen we er een spitspuntje aan. Het hoeft niet helemaal tot aan de andere kant, maar het moet wel zo ver dat we er straks mooie oordopjes van kunnen maken. En als je dat dan hebt, dan kan je het in je oor gaan doen. En belangrijk daarbij is dat je je kaken stil houdt. Als je kaken gaat bewegen, dan hardt het niet goed op de goede manier uit. En dan wordt dat niet best. Wat ik doe, ik probeer het echt zo ver mogelijk in mijn oorkanaal te duwen. Zodat ik daar een mooie afdruk van krijg. Trek mijn oor een beetje zo open, dat je er goed in kan. Als het er dan helemaal goed in zit, dan zit het ongeveer zo. Ik hoor echt helemaal niks meer, dit is heel raar. Op een gegeven moment begint het helemaal te kraken in je oren. Dan is het aan het uitharden en dan moet je dus nog heel even geduld hebben. En dan kan je ze eruit gaan halen. Dat duurt ongeveer een minuut of 10 alles bij elkaar. Ze zijn nu helemaal uitgehard, ik hoor ze nog steeds een beetje kraken. Maar we zijn ruim die 10 minuten voorbij. Dus ze kunnen eruit. Ik doe er nog wel een beetje voorzichtig mee. Daar zijn ze dan. De meest basic versie van de oordoppen, die heb ik nu af. Gefeliciteerd. Maar er kan met deze techniek nog veel meer. Je kan er namelijk ook voor kiezen, als je in-ear oordopjes hebt, om daar custom delen voor te maken. Zoals deze. Die zitten lekker, sluiten het omgevingsgeluid mooi af en je hebt mooie muziek. Ideaal dus. Of je kan ervoor kiezen om hele mooie autoplastieken te gaan maken. Op die manier kan je van andere siliconen hele mooie oordopjes maken die mooi in je oor passen, lekker afsluiten en de hele dag gewoon comfortabel zitten. Laten we beginnen met de muziekoordopjes. Je maakt opnieuw zo'n bolletje aan en die stop je weer in je oor. Je hoeft hierbij niet enorm diep, maar een klein beetje dat oorkanaal in, dat is wel fijn. En dan is nu dus het verschil. We gaan nu de oordopjes erbij doen, zoals je dat normaal ook zou doen. Zit dit ding over je oor. En dit ding dan zo. Zodat het gewoon helemaal zo zit. Zoals jij het hebben wil. En dan weer wachten. Als dit dan volledig is uitgehard, dan pak je die oordopjes. Die buig je een beetje recht, zodat je er een gaatje doorheen kan boren. In het kanaal. Als je ze niet helemaal recht buigt, dan komt het gaatje er ergens aan de zijkant uit. Dat wil je niet. Dus hier moet je een klein beetje sturen, maar dat is goed te doen. Dan snijden we nog even het voorkantje eraf, zodat het geluid mooi je oor in kan. We knippen de buitenkant een klein beetje bij waar nodig. En dan ben je eigenlijk klaar. Of je kiest ervoor om het net zo mooi te maken als de autoplastieken. Want diezelfde technieken kan je ook hiervoor toepassen. Alleen daar zijn wat meer stappen voor nodig. Wat we gaan doen. We gaan eerst een mal maken van siliconen. Dan gaan we iets hards ingieten wat we kunnen bewerken. Van dat harde gaan we ook weer een mal maken. Om uiteindelijk bij onze definitieve mal uit te komen waar we het in gaan gieten. Laten we aan de slag gaan. Om er een mal van te maken zet ik de oordoppen die ik eerder al had gemaakt op een stokje. Op die manier blijven ze mooi in de mal hangen. Om de oordopjes straks goed te kunnen bewerken, giet ik hier een Short D80 polyurethaan in. Dit hardt snel uit en het schuurt heel erg fijn. Zo kan ik ze precies in de goede vorm maken. Alleen dat gieten? Dat komt beter. Dit zijn nu de afgietingen die ik gemaakt heb van mijn oren. Ik heb de eentje wat dieper gedaan dan de ander, zoals je ziet. Het was gewoon een beetje hoe het ging. En hier moeten we nu dus die oordoppenvorm uit gaan halen. En kijk, als we deze even weghalen en dan leggen we deze ernaast. Dit is gewoon mijn professioneel aangemeten oordopje die ik heb. En dit is mijn afgietsel. En zoals je ziet, zit daar best wel wat gelijkenis in. Gelukkig maar, want het zijn dezelfde oren. Maar wat dus nu mijn doel is, is om deze ongeveer deze vorm te gaan geven. Dus het topje moet er wat af, zoals je hier ziet. En aan de onderkant moet er ook wat af. Ook deze zet ik weer op een stokje. Alleen dit stokje heeft een dubbele functie. Eerst natuurlijk voor het maken en het gieten van de mal. Maar daarna worden het ook de handvaten waarmee je de oordopjes weer uit je oren kan krijgen.
En voor deze laatste mal, daar gebruik ik dan weer additie siliconen voor. Dat krimpt niet en gaat ook wat langer mee. Het waren wat stappen, maar nu we dit hebben, hebben we dus de mal waarin we onze siliconen oordopjes kunnen gaan maken. Het leuke is, omdat we een mal hebben, kunnen we er nu een heel aantal maken. Dus als ze verslijten, heb je gewoon nieuwe. Wel heel belangrijk, siliconen hecht nergens aan, behalve aan siliconen. Dus als je hier nu siliconen in gaat gieten en je oordopjes zijn hard, dan zitten ze hier aan vast. Dus, voordat we hier siliconen in gaan gieten en onze mal een massief blok maken, is het belangrijk om er wat lossingsmiddel in te doen. Dat kan vaseline zijn, opgelost in alcohol. Dat kan lossingsmiddelspray zijn. Of het kan talkpoeder zijn. Heel dun laagje talkpoeder insmeren, dan hecht de siliconen daaraan, niet aan andere siliconen. En dan ben je er ook. Omdat ik de oordopjes vrij stevig wil hebben, maar niet keihard, ga ik een Shure 50 siliconen mengen om de oordopjes van te maken. Ik heb natuurlijk maar een klein beetje nodig, dus dat is fijn. En ik doe er een beetje blauwe kleurstof bij, zodat ze niet helemaal zo transparant wit worden. Maar blauw, leuk voor de video. Alleen dit gaan we er nooit zo ingegoten krijgen, dus ik heb deze spuit en die ga ik gebruiken om het hierin te persen. Pot dicht. Ik hoor helemaal niks. Ze zitten best wel lekker. Ik had ze iets korter kunnen houden nog hier wel, op zich. Mijn eigen orthoplastieken die zitten wat dieper. Maar op zich, ze zitten er gewoon goed in. Er zit een klein handvaatje aan, dat je eruit kan pakken. Best wel fijn. En ja. Dat is best wel leuk. Ik ben eigenlijk best wel gewoon... Ik vind het best wel leuk dat het zo makkelijk is. Het zijn heel wat stappen, maar het zijn geen moeilijke stappen. Dus, wil je thuis oordoppen maken, dan kan je er dus voor kiezen. Ga je voor die simpele versie, gewoon dingen in je oor flutten, klaar. Of maak je ze wat luxer en kom je hierop uit. En het leuke is, als je hier dus voor gaat, kan je het gewoon echt van wat fijnere siliconen maken. Je kan er een kleurtje aan geven. Je kan ze nog een beetje vormen naar hoe je het wil hebben. En, wat ik niet gedaan, maar wat je ook zou kunnen doen... is je zou hier natuurlijk ook een kanaal in kunnen maken waar je filters in kan doen. En als je dat hebt, dan heb je gewoon echte autoplastieken. Wat gewoon ook best wel fijn is. Het voordeel daarvan is met die filters dat je bepaalde tonen wel doorlaat en bepaalde niet. Maar ja, dat, voor nu was dat niet nodig. Dus, zelf oordoppen maken, ga ermee aan de slag. In de beschrijving kun je alles vinden wat ik gebruikt heb. Voor alle stappen, voor de basic versie. En dan zie ik jou in de volgende video.